Welkom bij de Let's Talk Medicine podcast, gehost door Sevla Semin, waarin discussies en onderwerpen over onder andere de zorgindustrie en medicijngebruik aan bod komen. In deze podcast komen medicijngebruikers, doktoren en mensen uit de zorg aan het woord. En vandaag zit ik met Tylee Hu. Zij is eigenaresse van Conscious Moody. We gaan het vandaag hebben over haar verhaal, wat Ayurvedisch voeding is en ook hoe zij haar proces naar een gezonder persoon heeft bewandeld. Dit en nog veel meer zal vandaag besproken worden. Maar voor we dat gaan doen, wil ik je wel vragen om jezelf kort voor te stellen. Jazeker. Ik ben Tylee dus, 27 jaar. Ik woon in Utrecht. En ik heb Conscious Moody sinds de corona eigenlijk. Dus nu, hoe lang bestaat corona nu inmiddels? 2 jaar bijna. Dus ik ben nu 2 jaar bezig. In het begin was het gewoon... Eigenlijk puur van oké, delen wat ik eigenlijk hiernaast nog allemaal doe. Want voorheen deed ik helemaal niks qua psychologie of Ayurveda. Dus dit was de eerste stap. En toen ben ik eigenlijk eerst begonnen met een Instagram pagina en dingen gewoon gaan delen. En op een gegeven moment kreeg ik allemaal te horen van wow, het lijkt wel alsof je al een expert bent. Tenminste, dat kreeg ik heel vaak te horen. Terwijl ik dacht, hè, hoe dan? Ik zit maar gewoon een beetje voor fun eigenlijk soort van te delen. Om mensen bekend te maken met Ayurveda en met wat ik überhaupt doe eigenlijk, waarvoor ik heb gestudeerd. En zo eigenlijk is het een beetje begonnen bij mij. Dus eerst met gratis gesprekken voor de ervaring opbouwen eerst. En toen daarna, nu wel gewoon betaald en allemaal workshops ook die ik geef. Dus ja, het begint lekker te rollen en ik ben echt super blij met waar ik al sta. Ja, het is echt heel interessant, want je zegt bijvoorbeeld dat het vanuit een soort van hobby is begonnen in de coronatijd. En dat het dan nu zo aan het rollen is, is echt heel bijzonder. En ik denk dat je er heel vaak naar terugkijkt en beseft van waar je bent begonnen, dat het heel erg bijzonder is. Ja, zeker is het ook. Ja. Zullen wij helemaal naar het begin gaan? Want het begon niet alleen maar bij... Het begon niet alleen maar bij corona. Het was daarvoor al, was er iets aan de hand. En dat heb ik al stiekem gelezen. Ja. Maar waar begon jouw verhaal? Waar begon mijn verhaal? Nou ja, eigenlijk vanaf kinds af aan eigenlijk begon het al. Ik ben opgegroeid in een Aziatische cultuur waar heel veel druk is op. Je moet presteren, school is belangrijk en... alleen maar daarop focussen. En ik als kind zijnde was eigenlijk een super creatief, heel erg enthousiast aanwezig kind die heel erg hield van dansen, sociaal zijn, naar buiten gaan. Helemaal outgoing, zeg maar. En dat kon opeens niet meer. Dat mocht opeens niet meer. Dus mijn passie voor dansen moest ik toen eigenlijk wegschuiven voor school. Ik moest constant maar bezig zijn met school. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet van nature een slim persoon. In de zin van, ik heb best wel veel moeite moeten ik doen om te leren. Dus dat betekent, als mijn ouders van mij verwachten, ik moet hoge cijfers halen, dan zat ik constant in die boeken. Dus daardoor waren mijn sociale activiteiten vielen toen weg. En toen was ik eigenlijk alleen maar thuis te vinden in mijn boeken. En zo veranderde mijn identiteit, mijn gedrag, mijn persoonlijkheid van een hele enthousiaste outgoing persoon naar opeens super onzeker, heel erg introvert eigenlijk, heel erg naar binnen gekeerd. Want alles wat ik deed was eigenlijk niet goed. Vaak was de vraag ook als ik dan eenmaal thuis was niet eens hoe gaat het met je, maar meer de vraag van oh heb je al geleerd of wat waren je cijfers, dat was de vraag. Dus ja, mijn hele focus was toen daarop gericht natuurlijk. En dan kan je wel voorstellen wat dat met je kan doen. Dus zo veranderde ik ook in een enorme perfectionist. Alles moest toen ook echt perfect gaan. Ik mocht ook geen fouten maken. En vanuit daar is eigenlijk een beetje ook een eetstoornis ontstaan. Dat ik ook... als je achteraf dan kijkt, ik denk dat de eetstoornis het gevoel gaf van oké, hier heb ik tenminste wel controle over. Het ging bij mij niet puur om het uiterlijk in de zin van ik moet dun worden. Ik had wel opmerkingen gekregen van buiten van goh, je bent best wel mollig. Of ik werd altijd ook constant vergeleken met andere mensen. Dus
Ik kreeg wel opmerkingen over mijn uiterlijk, maar dat was niet de eerste instantie waarom ik bijvoorbeeld anders ging eten of meer ging sporten. Het sporten was echt een pure uitlaatklep voor mij, dus dat vond ik ook echt heerlijk om te doen. Dus eigenlijk eindstand was het meer van, ik sportte enorm veel, ik at normaal, maar omdat ik meer verbruikte dan dat ik innam, ging ik opeens heel veel afvallen. En op een gegeven moment was dat gevoel van controle van, wow, oké, als ik dit doe en dan komt dat effect. Dat gevoel van controle gaf je dan ook weer een soort van een gevoel van, oké, ik kan toch wel iets of zo. Hè? Het gevoel van een hou vast. En dat was gewoon heel erg fijn. In een situatie waar alles gewoon super onzeker was, of waarin je zelf super onzeker bent over jezelf geworden. Enorm minderwaardigheidsgevoel natuurlijk, als mensen constant tegen je zeggen, je doet dit niet goed, je doet dat niet goed. Constant kritiek. Dus zo is het een beetje ontstaan eigenlijk. Dus toen heb ik een eetstoornis gekregen. En vanuit daar heb ik chronische darmproblemen ook gekregen, omdat mijn hele lichaam ontregeld werd. Mijn hele lichaam was helemaal in de war van, wow, wat gebeurt er allemaal? Dus toen ik op een gegeven moment weer meer begon te eten en ook andere dingen begon te eten, ik at very clean. Dus toen ik weer een soort van rotzooi ging eten, toen ik mezelf dat ging toestaan, toen dacht mijn lichaam echt, what the fuck, gooi je nu weer in mijn lichaam? Dus daardoor ook heel veel intoleranties, et cetera. Dus ik heb heel lang ook gelopen met darmproblemen. En elke keer naar de huisarts ook toegegaan met, goh, ik loop hier tegenaan. Maar telkens zeiden ze van, nee, het is niet erg. Het is niet ernstig. Je moet gewoon wat meer vezels eten of meer water drinken. Dus er werd niet echt naar geluisterd. En ik voelde me ook afgewimpeld eigenlijk. Dus toen kwam die interesse natuurlijk wel van, wat is er nog meer mogelijk? Hè? En toen ben ik ook wel gaan kijken naar alternatieve manieren van gezondheid. En zo, die hele zoektocht eigenlijk, uiteindelijk ben ik dus beland bij Ayurveda. Maar ik moet zeggen, ik heb psychologie gestudeerd. En dat kwam omdat ik vanaf jongs af aan, iemand zei tegen mij van, goh, als je door de supermarkt loopt, dan word je al helemaal beïnvloed door het licht. Weet je wel, de Albert Heijn heeft bijvoorbeeld een hele andere licht dan de Lidl. De paden die je bewandelt, et cetera. En toen dacht ik als kind, zei van, oh my god, we worden gewoon dagelijks gewoon gemanipuleerd. Wat is dit? Dit is zo interessant van hoe het brein werkt en waarom we doen wat we doen en hoe mensen reageren en hoe ze dan weer, weet je wel, ik vond het zo interessant. Dus zo ben ik zeg maar in psychologie gerold. Niet eens puur wegens de stoornissen, de ziekte zeg maar, die de mentale klachten, maar meer gewoon, wauw, het brein is gewoon super interessant. Dus dat heb ik echt met liefde gewoon gestudeerd. Maar op een gegeven moment kwam ik gewoon tijdens mijn stage er ook wel achter van, goh, ik mis toch wel iets. En dat was dan voornamelijk ook de holistische kijk. Dat ik dan mensen met bijvoorbeeld depressies en angsten ging behandelen. En dan was gewoon zo weinig kennis over het stukje voeding. Terwijl ik dacht, ja, maar voeding heeft een enorme impact ook op hoe je je voelt. Dacht ik en denk ik nog steeds. Daar ben ik gewoon heel erg overtuigd van. Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan van dat ik nu een soort van andere pad heb bewandeld en zo heb gekozen ook voor de toevoeging van Ayurveda. Want in mijn werk nog steeds doe ik nog steeds psychologie, maar dan doe ik het ook vanuit Ayurvedische perspectief en vanuit meer dat holistische. Dus ook die voedingsadviezen, levensstijladviezen en echt dat holistische plaatje. Ja, ik vind het heel bijzonder wat voor een domino effect het kan hebben, zeg maar. Ja. Maar je begon met het verhaal dat je prestatiedruk had, omdat je een Aziatische cultuur hebt. Maar dat is niet alleen binnen de Aziatische cultuur, dat is ook binnen de Turkse cultuur een beetje zo. Je moet zeg maar presteren. En wat je ook zei, vond ik ook heel interessant. Ik was niet echt de slimste van de klas bijvoorbeeld. Dat je jezelf, dat kwam waarschijnlijk ook wel door een zelfbeeld wat je voor jezelf had gecreëerd, omdat je waarschijnlijk niet de cijfers haalde wat je ouders hadden verwacht van jou. En dat kan best wel negatief zijn, zonder dat je ouders dat doorhebben. Want ik geloof er wel heel heilig in dat ouders het altijd het beste voor je hebben. En dat zij een advies geven vanuit jou, vanuit hun eigen ervaringen naar jou toe. En die bedoelen het hartstikke goed. Alleen het heeft gewoon een heleboel negatieve effecten. En ik vraag me dan ook oprecht af welk
invloed heeft dat constant moeten presteren op jou gehad? Want je had het over PDS, over darmklachten, et cetera, en dat je intoleranties kreeg. Maar heeft dat echt specifiek te maken met de prestatiedruk, of was het een ophoping van andere factoren ook? Nee, het is altijd een mix geweest natuurlijk, een combinatie van verschillende factoren. De prestatiedruk heeft ertoe geleid dat ik een bepaald gevoel van minderwaardigheidsgevoel heb gekregen. Dat ik dus niet goed genoeg was. Daardoor heel erg onzeker en daardoor eigenlijk mezelf totaal ben verloren. Mijn hele eigenwaarde was gewoon helemaal in duigen eigenlijk. En zo is die eetstoornis ontstaan eigenlijk. Ik denk dat dat zeg maar het vervolg daarvan was. En daarvan het vervolg, doordat ik mijn hele lichaam ook fysiek helemaal ging belasten in een hele stresssituatie. Want niet genoeg eten of te veel sporten of wat dan ook. Voor het lichaam is het natuurlijk ook een stress. Dat ervaart het lichaam ook als stress. Is het lichaam dus helemaal ontregeld geraakt, waardoor ik dus al die intolerantie heb gekregen. En PDS, prikbare darmsyndroom, ja. Ja, ik had ook op je website gelezen dat je bijvoorbeeld je menstruatie viel uit. Ja, maar ik kan me best wel eens voorstellen dat bijvoorbeeld al die ophopingen van bepaalde dingen, dat heel erg veel stress kan veroorzaken bij jou. Maar wat deed jij op dat moment dan? Wat voelde jij op dat moment eigenlijk? Nou ja, op dat moment boeide het mij niet, eerlijk gezegd. Je bent zo erg bezig met het enige. Een eetstoornis is eigenlijk gewoon zo'n lastige. Hoe moet je dat uitleggen? Als je het niet hebt ervaren, is het heel erg lastig om te begrijpen. Want je begrijpt dan, ik denk dat heel veel mensen niet begrijpen hoe moeilijk het is voor iemand met een eetstoornis om iets te eten. Of als ze zeggen van, het zijn eigenlijk regels die je voor jezelf hebt opgelegd. Dus stel je voor, je hebt de regel voor jezelf opgelegd, ik neem maar 3 noten per dag. En je neemt al een 4e noot extra, dat al zoveel stress geeft. Omdat de regel dan al een soort van verbroken is. Oftewel de commitment naar jezelf, oftewel je hebt jezelf weer teleurgesteld. Dus het is ook een heel mentaal stukje die daaraan, die ermee verbonden is. Wat weer zo'n vicieuze cirkel is met, oh mijn god, ik ben dus niet genoeg en ik kan weer niks. En zie je wel, ik kan mezelf niet eens vertrouwen. Dus ja, het is. Voelde jij jezelf niet begrepen aan het begin? Zeker, zeker weten. Vooral, ik was ook de eerste in mijn familie of nog steeds met een eetstoornis. Toen ik het had, begreep niemand het ook. Zij dachten van, oh, jeetje, eet gewoon. Dus het is gewoon heel erg lastig om uit te leggen wat het nou precies is en waar het vooral mee te maken heeft. Want sommige mensen denken dus dat het vooral draait om eten of om het uiterlijk. Maar het is vooral dus dat mentale stuk waar mensen zo erg mee struikelen. En dan het eten is dan een pure uiting alleen daarvan. Wat kun je... ik vind het... Hoe zal ik het zeggen? Ik vind het best moeilijk, want... Ik snap dat mensen het niet begrijpen, jouw eetstoornis. Maar wat zouden mensen kunnen doen om mensen met eetstoornissen toch wel te proberen te begrijpen? Want je zegt het heeft een mentale stuk. Wat zouden jouw ouders bijvoorbeeld moeten hebben gedaan om jou beter te kunnen begrijpen? Een hele goede en een hele mooie vraag. Mijn ouders, tuurlijk. Als ik er nu naar terugkijk, tuurlijk, zij hebben gedaan wat ze konden doen. Zij hebben ook gereageerd vanuit de stress. Zij zien hun kind steeds dunner en dunner worden. Iemand met een eetstoornis heeft ook een enorme wil, een enorme doorzettingsvermogen. Alles wat ik al eerder zei, het boeit hun echt niet. Wat je allemaal nog zegt of dat je zegt van, joh, je gezondheid gaat achteruit. Het boeit dan op dat moment echt niet meer. Omdat je dan zo in zo'n focus zit van, oké, maar dit is waar ik naartoe wil en dit is wat ik ga doen. Dus het enige, denk ik, wat je kan doen is het contact maken met het emotionele stuk in haar. Dus niet bekritiseren of een opmerkingen maken over het gedrag, maar meer vragen gaan stellen of meer begrijpen van, oké, maar hoe voel je je vandaag? Of waar loop je tegenaan? Gewoon meer
het stukje van het gevoel geeft van dat ze wel gezien wordt. En dat is natuurlijk voor iedereen anders, want iedereen heeft andere behoeftes, wat dat voor hun dus natuurlijk betekent. Maar vooral dus daar achter komen van, goh, wat heb jij dan nodig van mij? Of wat kan ik doen in deze situatie om jou toch nog een stukje te kunnen helpen? Nog één hele moeilijke vraag, maar ik denk niet dat het een niet belangrijke vraag is. Ik denk dat het juist een hele belangrijke vraag is. Wat zou dat op dat moment met jou doen als iemand zou vragen van, hoe voel jij je eigenlijk? Je eet niet, maar waarom eet je niet? Wat zou er met jou gebeurd zijn? Zou het de situatie eigenlijk positiever hebben gemaakt als mensen oprechte interesse hadden in jouw eetstoornis? Je moet, de persoon moet dan wel het vertrouwen hebben dat het een oprechte vraag is. Precies. En niet een vraag dus als iemand vanuit... Oprecht... Ja. En hoe je dat creëert, ja. Door niet door wel de tijd te gunnen. Niet heel erg opdringerig, maar de ruimte ook te geven. Ja. Denk ik. Maar het is een goede vraag. Het is een hele bijzondere vraag, want het is bijzonder in die zin dat mensen met een eetstoornis bijvoorbeeld, die hebben een, ja, zoals je zegt, eigenlijk ook meer dan alleen een eetstoornis, want dit heeft ook mentale problemen. Maar als mens zijnde moet je best open-minded zijn, vind ik, en iemand de ruimte, zoals je zegt, kunnen bieden. En dan te vragen van, hey, waarom eet je dit eigenlijk niet? Wat ligt erachter? Wat is er aan de hand met je? Weet je, wat denk je en hoe voel jij je? Ik had ooit een keer tegen mijn collega gezegd, wat zou de vraag veranderen? Of hoe zou het iemand veranderen als ik zou vragen in plaats van alles goed? Hoe voel jij je vandaag? Het is een hele kleine twist in een vraag, maar je krijgt een hele andere antwoord van iemand. Als ik vraag aan jou van, alles goed met jou? Dan zeg je, ja, goed. Of, nee, niet goed. Maar je begrijpt diegene nog steeds niet. Hoe voel jij je? Dat is een hele andere vraag. Ja, ja. En we reageren ook automatisch. Ja, het gaat goed. Precies. Move on. Precies. Doei. Ja. Ja. Doei. Ja. Ja, klopt. Ja, dus het is gewoon een klein verschil wat zoveel impact kan hebben op iemand. En die oprechte interesse tonen in iemands verhaal, dat geeft gewoon zoveel ruimte aan iemand. En het geeft ook het gevoel bij iemand, denk ik, dat diegene begrepen wordt. Ja, en dat is het. Ik denk dat is echt een van de basisbehoeftes van elk mens. Het gezien worden, het begrepen worden. En dat er naar hun ook geluisterd wordt. Dus dat ze er ook echt zijn. Dat ze dat gevoel ook echt krijgen van de ander. Dat is zo waardevol. Ja, echt dat geliefd voelen. Ja. Daar geloof ik heel sterk in. Jij bent jezelf gaan helen op een gegeven moment. Hoe heb je dit gedaan? Hoe heb ik dit gedaan? Dit begon eigenlijk al tijdens mijn studie psychologie. Natuurlijk is de hele studie een hele confrontatie geweest. Allemaal spiegels. Ik heb alles wat ik heb geleerd natuurlijk ook allemaal toegepast op mezelf. Dus ik heb de kennis van psychologie meegenomen. En op een gegeven moment was wel heel erg interessant. Het was een vak tijdens mijn master neuropsychologie. Ik weet even niet meer hoe het vak heette. Maar op een gegeven moment hadden we de opdracht om een gewoonte te veranderen. En dat kon zijn roken, kon zijn minder snoepen. En ik had het lef, vind ik nog steeds. Ik vond het dapper van mezelf dat ik meteen dacht, oké, ik wil de gewoonte veranderen om anders naar mijn moeder te kijken of mijn gedrag tegenover haar te willen veranderen. Want ik was op een gegeven moment door al die ervaringen, door de hele situatie, kreeg ik een... ik vind het nu best wel heftig om te zeggen, maar ik mocht haar gewoon echt niet. Ik mocht haar niet, ik haatte haar. Echt zo'n woede naar haar toe, weet je wel. Ik vind het echt heel erg nu om te zeggen, want het gaat nu eindelijk, zeg maar, gelukkig goed. Dus, maar dat voelde ik. Dus ik dacht, oké, maar ik wou het wel gewoon heel graag veranderen. Dus ik dacht, oké, dat ga ik proberen. Dus zo op een gegeven moment, dus daarmee is het begonnen. En ik weet niet meer precies wat we allemaal hebben gedaan. Eindstand, hele erge ruzie met mijn moeder gehad. Maar dat was een goede opening, want daardoor was ik voor het eerst super open, super kwetsbaar naar haar toe, wat de situatie met mij heeft gedaan. Dus dat was de eerste keer dat ik soort van mezelf openstelde en alles deelde
van wauw, dit is de situatie geweest voor mij. Zo voelde het voor mij en dit vond ik gewoon niet zo heel chill. En ik had liever gehad dat je dit en dit en dit. Dus dat was wel een hele mooie opening. Waardoor zij ook bewust werd van haar gedrag en de dingen die ze heeft gezegd, et cetera. Tuurlijk, vanaf dat moment was ze niet meteen, oh, I love you. Maar hè, dat heeft natuurlijk heel lang geduurd. Maar vanaf dat moment ben ik wel veel meer gaan verdiepen in een stukje zelfliefde. En dat ik erachter kwam van, oké, maar omdat ik mezelf eigenlijk niet mag, mag ik eigenlijk haar ook niet. In de zin van, als jij jezelf de liefde niet kan geven, dan weet je ook niet hoe je liefde kan ontvangen. Dus alles wat je moeder doet, ook al is het lief bedoeld, zal je altijd terugkaatsen als, nee maar, weet je wel, het is heel erg moeilijk om te ontvangen als je de liefde niet eens aan jezelf kan geven. Of als je niet begrijpt waar jouw moeder dus vandaan komt. Dus als je niet, zeg maar, vanaf de derde persoon gaat kijken. Dus uit de situatie gaat stappen. Dus dat heb ik vooral toegepast. Het stukje zelfliefde, meer compassie voel naar mezelf vooral, maar ook naar haar toe op een gegeven moment. Dat ik haar ook beter begon te leren begrijpen. Waar haar bepaalde gedragingen inderdaad vandaan kwamen. Haar overtuiging, waarom ze dingen deed wat ze deed. Dus ja, die zelfliefde, liefde voor haar, heeft er wel toe geleid dat dat we steeds milder werden. En ik ben blij en dankbaar dat zij ook stappen probeerde te zetten. En dat zij ook ging reflecteren op een gegeven moment. En ook ging veranderen. Want dat maakte het natuurlijk veel gemakkelijker om de band weer op te bouwen. In plaats van dat jij als enige de wil hebt om te hechten weer. Maar dat zij nog steeds in haar oude patronen zit. Dan zit je echt te trekken natuurlijk. En op een gegeven moment kost dat natuurlijk ook weer heel veel energie. Dus ik ben heel erg blij dat zij ook daarin haar eigen stappen heeft gemaakt. Waardoor we steeds weer die stappen naar elkaar toe hebben gezet. Ja, echt heel mooi. En heel interessant hoe jouw proces van het helen is begonnen. Want het woordje helen, dat is best een breed woord, vind ik. Je kan op heel veel verschillende manieren helen. En jij bent, als ik het goed begrijp, geheeld op een zelfliefdekant. Dus hoe ken ik mezelf eigenlijk wel? Wie ben ik? En wat zijn de patronen die ik heb? Echt heel mooi. Jouw Instagram-pagina heet Conscious Moody. Dat is mij heel erg opgevallen en ik vroeg me af wat dat betekende. Betekent? Oh, leuk. Yep. Conscious is bewust, zijn bewust. En moody is eigenlijk moody. Dat is een Chinees woord voor doel, oftewel purpose. En ik had het zo bedacht van, ik wou, mijn hele visie, mijn hele droom was eigenlijk al dat ik een soort van een wellness center zou gaan opbouwen waar mensen kunnen komen, waar ze kunnen leren over gezondheid. Dus echt dat stukje preventie, want dat heb ik dus heel erg gemist. Waar ze dus kunnen komen om workshops te volgen over gezondheid. Je moet het zo zien als een sportschool, maar dan ook voor het mentale stuk. Maar ook waar een klein café-restaurantje zit, waar ze al kennis kunnen maken met bijvoorbeeld gezond eten, ayurvedische gerechten en dergelijke. Maar dat ik daar ook zit om bijvoorbeeld voor consult, als mensen toch wel klachten hebben, dat ik daar dan ook zit om mensen te behandelen. Dus dat had ik helemaal in gedachten. En plus daarnaast doe ik ook massages. Dat doe ik nu momenteel nog niet. Maar dat ga ik wel doen. Dus een heel wellnessachtig idee voor de gezonde mens. Maar ook voor de mensen die dus al klachten ervaren. En Moody is gekomen van, van in de zin van, je komt bij Conscious Moody om dus weer terug te keren of naar jezelf weer te herontdekken en weer terug te keren naar je ware zelf. Dat jij weer terugkomt naar jezelf, omdat ik en dat iedereen ook een doel heeft in het leven, een purpose. Maar dat we along the way een beetje verdwaald raken, een beetje last worden doordat we zoveel dus inderdaad moeten. Of doordat er zoveel van ons worden verwacht, waardoor we een ander pad zijn gaan bewandelen, terwijl we eigenlijk niet, terwijl dat helemaal niet bij ons past bijvoorbeeld. Omdat onze ouders dat zeiden, omdat onze vrienden dat deden. Dus dan doen we dat ook.
Maar dat kansjesmoeder dus een plek is waar je dan weer helemaal terugkeert naar jezelf. En dat je weer weet wie je dus bent, wat jouw doel is. Oftewel, van wat vind je nou echt leuk in het leven en heb de ballen om daarvoor te gaan. Ja, nee, dat is heel bijzonder. Dus jij zou ook wel jouw bedrijfsnaam echt op zo'n, ja, hoe zal ik het zeggen, op zo'n kantoorpand willen plaatsen met Conscious Moody. Hier is gewoon de plek om jezelf te helen. En vanuit daar is het begonnen, als ik het goed heb. Ja, klopt. Ja, dus jij hebt eigenlijk wel een beetje een stukje visualisatie gedaan, als ik het zo zeker, begrijp. Zeker, heb ik zeker gedaan. Heb ik zeker gedaan. Dat is conscious. Maar ik moet zeggen, het is heel gek, want sommige dingen heb ik eigenlijk van kinds af aan, had ik al gedaan. Terwijl zonder te weten dat dit een ding was. Dus dat vind ik ook wel heel erg grappig om te merken. Want visualiseren deed ik inderdaad. Ik weet niet meer, maar op mijn 16 had ik dat ooit al een keer gedaan of zo. En letterlijk, ja, hoe het precies werkt, geen idee. Maar het werkt. I mean, alles is letterlijk uitgekomen wat ik ooit heb gevisualiseerd. En Kansje Moody heb ik ook ooit een keer gevisualiseerd. En letterlijk binnen no time heb ik nu opeens een eigen praktijk, weet je wel. De visie was dat ik dit pas over 10 jaar zou hebben. En bam, binnen een jaar had ik het al. It is so insane, yeah. Ja. Het is gewoon heel erg mooi hoe je met een doel begint. En dan eigenlijk niet begrijpt hoe snel het gaat en kan gaan. Yeah. En je bent gewoon aan het werken aan je dromen. En voor je het weet, komt het gewoon. Of het nou binnen een jaar is, of nou binnen 5 jaar is. Of over 10 jaar. Het gebeurt gewoon. En dat is gewoon super vet. Ja, zeker. Jij gebruikt echt heel cool. Echt een heleboel verschillende behandelwijzen waarvan ik nog nooit heb gehoord. Maar welke behandelwijze gebruik je voor je cliënten eigenlijk? Ik zal het omschrijven als een mix tussen psychologie en Ayurveda. En Ayurveda is super breed. Ayurveda is echt super breed. Dus je kan het pakken op het voedingsstukje. Dus hè, welke voeding past het beste bij jouw lichaam en geest. Maar je kan het ook hebben over rituelen, gewoontes, levensstijl, dat soort dingen. Ik heb het ook bijvoorbeeld over welke sporten passen het beste bij jou. Je kan het ook dat stukje Ayurvedische massage. Dat is niet alleen ontspanning, maar het is vergelijkbaar met acupunctuur. Dus dat bepaalde punten in het lichaam extra benaderd worden, omdat die dan weer energieblokkades weer vrijmaken. Dus het is echt super breed, Ayurveda. Dus het is een combinatie tussen psychologie en Ayurveda wat ik doe. Je hebt het over Ayurveda. Ik vind het echt heel moeilijk om uit te spreken. I'm trying my best. Maar wat is dat precies? Ja, wat is Ayurveda nou precies? Ayurveda is een hele eeuwenoude wijsheid. Oorspronkelijk komt het uit het gebied wat nu India is. En het is eigenlijk een levensfilosofie dat jou eigenlijk leert om vaardig door het leven te gaan. En wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Alles in het leven is eigenlijk heel erg onzeker en alles verandert continu. Het enige wat zeker is, is dat er iets gaat veranderen. En Ayurveda leert jou dus door eigenlijk te kunnen aanpassen aan al die constante verandering, zowel in jouw lichaam als om jou heen. En doordat je kan aanpassen en flexibel kan zijn op die veranderingen, kan jij jezelf dus krachtig maken en kan jij fysiek sterk blijven en mentaal sterk blijven en dus langer leven. Wat is Ayurveda? Het is een natuurgeneeskunde. Alles is op basis van planten. Alles is natuurlijk. Het is eigenlijk de wiel van gezondheid. Dus het heeft een stukje emotionele gezondheid, mentale gezondheid, lichamelijke gezondheid, sociale gezondheid, financiële gezondheid. Eigenlijk alles. Mooi. Is het duidelijk genoeg? Of? Ja, het is op zich duidelijk, maar het is wel een hele mond vol. Want het lijkt mij niet alleen hele qua lichaam dus, maar ook gewoon van je hele leven, weet je wel. Gewoon alles wat eromheen afspeelt ook. Want je hebt het over veranderingen gebeuren elk moment eigenlijk. Ja. Als we nu naar het nieuws kijken of
weet ik veel, iets anders gaan openslaan. Elk boek of alles wat we lezen verandert constant, weet je. Het is gewoon een gegeven. Ja. Het leert je dus eigenlijk ook om een beetje flexibel te zijn in al die patronen wat constant verandert. Je ziet nu ook in de digitale wereld waar we in leven. Mensen vinden het best wel moeilijk om daaraan aan te passen. Ja, klopt. En dat kan heel veel onnodig stress opleveren. Wat je dus met jouw technieken eigenlijk kan oplossen. Ja, stress is op zich niet verkeerd. We hebben allemaal een beetje stress nodig om een beetje dat actiegevoel te ervaren. Maar langdurige stress of negatieve stress. Dus dat betekent inderdaad, wanneer je niet kan aanpassen aan de omstandigheden, dan levert het, dan ervaar je stress. En dan kan het een negatieve werking hebben op het lichaam, inderdaad. Of de geneeskunde die wij hedendaags kennen, hè, die is toch best wel anders dan hoe jij dat in kaart brengt. Want jij gebruikt een heleboel andere technieken. Hoe verschilt jouw methodiek van de traditionele geneeskunde zoals we die kennen? Ja, dat het vooral heel erg holistisch is. Dus stel je voor een heel goed voorbeeld. Stel je voor, ik ben naar de huisarts gegaan en ik heb gezegd, ik heb buikpijn, ik heb last van mijn darmen. Dan wordt er letterlijk alleen naar de darmen gekeken. En dan zeggen ze, oké, pijnstiller, alsjeblieft, doei. Terwijl de ayurvedische geneeskunde of de holistische geneeskunde, die kijkt ook naar, goh, hoe werkt het lichaam in zijn totaliteit? Dus ook je brein, oftewel je emotionele mentale gemoedstand. Wat is daar aan de hand? En dan, want alles heeft een reactie op elkaar. Als jij heel veel stress, mentale stress ervaart, tuurlijk komt dat op een gegeven moment tot uiting ook in het lichaam. Sommige mensen ervaren dan ook inderdaad meer buikpijn. Of hebben ze dan inderdaad een hoge hartslag. Of dan hebben ze hier pijn, daar pijn, lage rugpijn. Dat is allemaal een vorm van stress. En waar dat dan precies vandaan komt, dat is datgene wat je zou moeten onderzoeken. Dus niet alleen maar focussen met, als iemand naar je toe komt met, ik ervaar dit en dit en dit. Niet alleen daarop focussen, maar ook kijken naar het grotere geheel. En ik denk dat dat vooral zeg maar het grote verschil is. En het andere verschil is dat Ayurveda ook heel erg gericht is op preventie. Dus of je nou gezond bent of niet, het is voor iedereen, voor jong en oud, dat je gewoon leert om in balans te blijven. En jouw balans ook te kunnen vinden. Want balans is voor iedereen natuurlijk ook weer anders. Maar jouw sweet spot eigenlijk te vinden. Weten wat jouw uitdagingen zijn. Weten waar je ook weer van oplaat. Hè, dus eigenlijk je energiezuigers, je energiegevers. Dat je weet van, hè, welke tools heb ik dan weer nodig? Wat heeft mijn lichaam nodig? Wat heeft mijn geest nodig om weer lekker fit en vitaal door het leven weer te gaan? Heel interessant, vooral dat stukje preventie. Want ik heb persoonlijk het gevoel dat hedendaagse geneeskunde alleen maar bezig is met hoe kunnen we een bestaand probleem oplossen. Maar niet kijken naar hoe kunnen we dit langdurig voor iedereen eigenlijk voorkomen. Ja, het is voornamelijk Maar is dat dan ook volgens jou wat er mist in traditionele geneeskunde? Ja. Dat geloof ik. En daarom stoorde ik me ook zo enorm aan wat ik dus zag gebeuren en wat ik zelf heb ervaren. Waardoor ik dacht, oké, hier wil ik niet aan bijdragen. En nee, ik weet dat het ook anders kan. Dat ik daardoor een ander pad heb bewandeld. En dat ik super blij nu ben dat ik Ayurveda ben tegengekomen. En dat ik nu ook dit aan het doorgeven ben. En dat ook andere mensen zelf zeggen van, wauw, ik ben zo blij dat dat je dit doet, want ik merk nu al dat het effect heeft en het voelt ook heel fijn aan. Het is ook heel erg intuïtief, heel erg dynamisch. Het voelt ook helemaal niet strikt. Sommige mensen kennen Ayurveda alleen van de voeding en denken dat het een soort van een dieet is. En weer een nieuw dieet, een nieuwe trend. Maar nee, dat is het niet. Dus dat ze dan merken van, oh wauw, oké, het totally makes sense, everything. Je bent zo erg verbonden met jezelf, met de natuur om je heen.
Het is dynamisch omdat je ook verandert met de ritmes van de natuur. En daarmee wil ik zeggen, als het bijvoorbeeld koud is, dan heb je eigenlijk ook ander soort voeding nodig dan als het warm is. In de zomer heb je ander soort voeding nodig dan in de winter. Op bepaalde tijdstippen is het ook fijner voor het lichaam om ander voedsel te eten. Dus hè, je bent zo erg in tune met je eigen harmonieus lichaam eigenlijk, met, ja, met de ritmes van de natuur. En jij bent natuurlijk ook onderdeel van de natuur. Dus dat leert Ayurveda jou, ja. Dat vind ik heel erg bijzonder en heel erg mooi. Want ik geloof er zelf ook wel heel erg in dat wanneer je lichaam iets vraagt, dat die eigenlijk dat om een reden vraagt, toch? Ja, precies. Dus als je een kommetje met kippensoep wil, dan is dat niet zomaar, zeg maar. Nee. Dus ja, het is wel een hele andere aanpak dan hoe ik dat ken. Want normaal gesproken ga je naar de dokter en zeg je, dit is mijn probleem. Maar jij bekijkt het complete plaatje van een persoon. Hoe voelt diegene zich? Is die warmbloedig, koudbloedig bij wijze van? En daarop ga je eigenlijk inspelen. Ja. En dat is eigenlijk, naar mijn gevoel, de geneeskunde zoals het eigenlijk hoort, zou moeten zijn eigenlijk. Toch? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, je hebt het ook gehad over Ayurvedisch voeding. Ja. En dat vind ik best een interessant woord. Wat is dat? Wat zijn voorbeelden van Ayurvedisch voeding? Letterlijk alles is eigenlijk Ayurveda. Alleen de toepassing daarvan, dat maakt het of het past bij jou of niet. En daarmee wil ik dus zeggen van iedereen, heel veel mensen, als ze dus horen over Ayurvedische voeding, ze weten, oh, het komt uit India, oh, we gaan India's eten. Nee, dat is het niet. Nee, dat is het niet. We eten niet de hele dag curry's en dergelijke. Zou wel lekker zijn. Ja. Of dat mensen zeggen, oh nee, ik kan niet tegen spice food. Oh, dan is Ayurvedische voeding niet voor mij. Nee, gelukkig niet. Ayurveda is letterlijk alles. Alleen, wat maakt het dus Ayurveda is dat we dus echt kijken naar het lichaam. Van of het zeg maar jouw, hoe moet ik dit zeggen? Jouw balans in het lichaam dus nog meer. Of het jouw balans in het lichaam uit balans gaat trekken. Of dat het jou eigenlijk soort van in balans houdt. Dat stukje, zeg maar, dat principe. Dat is Ayurveda. Dus okay. Het gaat meer over principes. En het principe van de Ayurveda is dat like increase like en opposite balance. Dus stel je voor, jij hebt het koud, dan is het niet aan te raden om salades te eten. Want dat heeft jouw lichaam niet nodig. Jouw lichaam heeft nodig, wat jij net zei, een kippenbouillon, kippensoep, warm eten en het liefst wat zachter en wat vloeibaarder, weet je wel. Dat soort dingen. In de zomer, als het stikheet is, dan is het, ja, intuïtief ben je al veel minder geneigd naar spicy food. Want dan ga je nog meer zweten en dan krijg je het alleen maar nog meer warm. Dus dan ben je al intuïtief al veel meer geneigd naar verkoelende dingen, zoals komkommer. Weet je wel, dus dat principe, dat is Ayurveda. En dat maakt het, zeg maar, van dat je eten dus ook moet aanpassen op de seizoen en ook op de tijdstippen. En als we het dan hebben over de tijdstippen, dan zeggen we wel van, oké, onze spijsverteringsvuur, wat wij noemen Agni, staat op zijn allerhoogst in de middag. Want dan staat de zon ook op zijn allerhoogst. Wat betekent dat jouw lichaam de grootste capaciteit heeft ook om jouw grootste maaltijd van de dag te verbranden, te verteren. Wat ook aan de ene kant logisch is, want dan heb je die energie ook, hè, kan je gebruiken voor de rest van de dag. Terwijl heel veel mensen in de avond hun grootste maaltijd eten. Maar ja, wat moet je doen met die energie? Want je gaat toch al slapen. En plus, dan moet jouw lichaam weer keihard werken en weer helemaal actief worden om die maaltijd te verbranden, te verteren. Terwijl het eigenlijk soort van tot rust wil komen en wil rusten. Want het lichaam bereidt zich eigenlijk al een beetje voor de nachtrust. Dus dat is dan, zeg maar, het stukje de tijdstippen bijvoorbeeld. Ja, is het voor nu logisch, duidelijk? Ja, het is super logisch. ik vind het echt super logisch. En dit soort dingen, dat geeft me juist energie. Want okay. Ik ben een persoon die heel erg van vasten houdt. Dus ik eet normaal gesproken, eet ik om 1-2 uur in de middag. Echt een grote maaltijd.
Oh ja. Maar ja. In de ochtend hoef ik gewoon geen eten te zien, want ik heb gewoon geen honger. Dus ik heb ook altijd de mening gehad dat een ontbijt, je moet ontbijten, is voor mij totale onzin. Want elk persoon verschilt in wat hij nodig heeft. En zo heb ik dat ook. Ik vind ontbijten gewoon niet lekker en ik wil het ook gewoon niet. Ik wil alleen koffie drinken, zwarte koffie of water. En dan kan ik gewoon mijn hele middag door, weet je. En in de middag, rond een uurtje of 1, 2, soms was het zelfs 4 uur in de middag, dan denk ik van, hé, ik begin toch een beetje trek te krijgen. Ik heb wel zin in dit en dit. Mm-hmm. Dan ga ik dat gewoon eten. En mijn lichaam vertelt mij ook soms, hé, je hebt citroenwater nodig. Heel gek is dat. Ik heb soms gewoon citroenwater nodig, vooral als ik heel vettig heb gegeten. Gewoon, mijn lichaam vraagt dat gewoon van me. Die wil gewoon even ontvetten waarschijnlijk. Of iets anders. Precies. Dus dat vind ik heel erg logisch wat je zegt. En daarom begrijp ik het ook waarschijnlijk beter. Ja. Want ik luister, ik ben zelf van mezelf ook iemand die heel erg naar zijn lichaam luistert. En ik vind het heel mooi hoe jij dat toepast op mensen eigenlijk. Het is een compleet verschillende plaatje dan wat wij kennen. En een heel verschillend verhaal van geneeskunde dan wat wij nu geleerd krijgen. Ja, en dat vind ik echt super tof. Ja, en dat vind ik dus het mooie ook van Ayurveda is van alle trends die je eigenlijk voorbij zien komen. Zoals bleekselderij juice drinken, lekker veel avocados eten, want dat is vet gezond. Intermittent fasting, weet ik het wat allemaal. Dat is allemaal Ayurveda, maar het is zeg maar afhankelijk van de persoon bij wie het dan werkt of niet werkt. Want ze zeggen allemaal het werkt, maar ze voegen er niet aan toe, maar voor deze persoon werkt het misschien minder goed. Of als jij dit langdurig doet, is het niet echt heel erg verstandig. Heel veel trends of dieet of hoe je ze wilt noemen, dan zie je de positieve effecten wel op de korte termijn. Maar op de lange termijn ga je toch weer een beetje terugvallen in van, oh shit, mijn lichaam, ik merk dat mijn lichaam eigenlijk veel verder nu uit balans is dan voorheen. Of dat ik weer terug ben waar ik ben begonnen. Dus daarom, al die trends kunnen werken inderdaad. Maar het is heel erg afhankelijk van de persoon en al die dingen. Of het werkt of niet werkt. Ja. En wat jij zegt in de intermittent fasting, als ik het zo hoor, hè, dat vasten. Nee, ga maar verder. Ja, jij zei over het vasten inderdaad, dat je in de ochtend bijvoorbeeld geen honger had en dan in de middag eigenlijk al je grootste maaltijd nuttigt. Mm-hmm. Sommige mensen hebben dat bijvoorbeeld totaal niet. Als ik het dan spreek over vanuit Ayurveda, je hebt ook pita-personen met een pita-lichaam. Zij moeten echt eten om de 2 à 3 uur. Want anders worden ze echt letterlijk hungry. En dan worden ze heel erg geïrriteerd en gefrustreerd. Weet je wel. Hun spijsverteringsvuur is bijvoorbeeld super snel. Dus zij moeten ook echt eten. Dus als zij bijvoorbeeld tegen hun wordt gezegd, je moet op een intermittent fasting dieet gaan, voedingspatroon, want dat is goed voor jou. Op de lange duur, weet je wel, worden ze alleen maar nog chagrijniger en dan dat is niet oké. Nee, dat is dus wat ik bedoel van, weet je, van mijn lichaam, ik hou vasten met een reden en dat doe ik ook heel graag. En het voelt gewoon hartstikke goed bij mij. Ik heb zelfs 48 uur gevast. Mm-hmm. En dan vind ik dat gewoon lekker voelen, weet je. Mijn lichaam voelt gewoon weer schoon. Ik krijg er gewoon energie van. Mijn focus wordt verdrievoudigd, lijkt het wel. En ik ben sowieso niet iemand die, ik hou heel erg van eten. Maar het is niet zo dat ik de hele dag aan eten denk of zo. Of dat mijn spijsvertering zo hoog is dat ik om de 2 uur moet eten. Dus dan eet ik ook gewoon niet. Dan vind ik het gewoon overtollig. Dan doe je het gewoon omdat je er zin in hebt. Ja. Dus, ik denk ook dat heel veel mensen inderdaad die relatie met voeding, dat is zo ingewikkeld in de zin van, we leren natuurlijk ook heel veel verschillende dingen over voeding. Iedereen heeft wel een bepaalde mening over voeding. En wat hebben we geleerd vanuit huis inderdaad? Is eten voor de gezelligheid of is eten puur een om te functioneren of is eten, weet je wel? Dus wat is jouw overtuiging omtrent eten? Dat heeft natuurlijk ook daarmee heel veel te maken. Misschien is het voor jou, wat is jouw overtuiging? Ja, precies. Dat jij dus zo goed kan vasten, bedoel ik. Ja, mijn overtuiging? Ja. Ja, wat bedoel je met overtuiging? Want heb je dat al eerder, of hoe moet ik dat zeggen? Heb je dat altijd al gehad? Ja, zeker weten. Ik heb altijd al gehad dat ik heel erg van vasten hou. Ik ben islamitisch en ik vast sowieso in de vaste maanden.
Maar mijn interesse in vasten was eigenlijk al heel vroeg begonnen. Vooral op de eindmiddelbare school enzovoorts. Ja, ik vond het gewoon super fascinerend van wat vasten eigenlijk met je lichaam kan doen. Ja. En daar ben ik gewoon verder gaan onderzoeken, et cetera. En ik heb daar ook een heel artikel over geschreven. Waarom ik vind dat vasten gewoon goed is en voor mijn lichaam dan. En wat mijn ervaringen waren en wat er eigenlijk allemaal gebeurt in jouw lichaam wanneer je aan het vasten bent. Ja. Vooral langdurig vasten, weet je. Dat 72 uur, dat het zelfs je lichaam dan nieuwe cellen gaat aanmaken. Dat vind ik gewoon super fascinerend. En ik vind dat mensen ook niet echt zijn gemaakt om 24/7 te gaan eten. We hebben heel veel en we kunnen heel snel verleid raken aan al die lekkere dingen en zo die om ons heen zijn. Maar juist je lichaam af en toe de rust geven om zichzelf te helen, in plaats van constant bezig zijn met verteren. Ja. Ik heb die overtuiging en het voelt gewoon heel goed bij mij. Dus daarom doe ik het ook heel graag. Ja, en zo is het eigenlijk begonnen. Mooi, ja. Ik geloof er ook wel echt in, zeker. Vasten is niet voor iedereen, denk ik. Nee. Maar inderdaad, ik geloof er wel in van als je een tijdje vast... en er zijn natuurlijk verschillende manieren van vasten. Dat inderdaad echt een soort van jouw natuurlijke detoxprogramma van het lichaam weer aanwakkert. Van oké, ga maar even je lichaam weer opnieuw resetten. Dat echt wel iets goeds kan doen voor het lichaam en het geest dus. Ja. Precies, dat is ook wel weer een stukje preventie waar je het over hebt. Want zodra jij je lichaam dus die rust geeft, dan kan die ook weer zijn werk gaan doen. Ja. Waar hij eigenlijk nooit de tijd voor heeft gehad. Precies, ja, klopt. En dat vind ik best wel gaaf. Dat vind ik gewoon heel erg mooi aan het lichaam. En daar krijg ik gewoon heel veel energie van om dat soort dingen te gaan onderzoeken. En dus met mensen zoals jij in gesprek te gaan. We hebben het net gehad over holistisch te werk gaan, et cetera. Is dat wat je net allemaal hebt opgesomd, bijvoorbeeld ook voorbeelden van holistische geneeskunde? Of een holistische werkwijze? Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja, dus dat ik dan eigenlijk het grote geheel zie, het lichaam in zijn totaliteit bekijk en niet alleen naar waar de persoon zeg maar zelf mee komt als klacht, maar dat ik dan eigenlijk nog verder vraag. Dus het verschil dan met de traditionele, als ik het dan zo mag zeggen, is dat zij dan vooral pleisters aan het plakken zijn op de wond. Even korte termijn oplossing eigenlijk, maar dat wij dan eigenlijk de echt op zoek gaan naar de kern, de dieperliggende kern. En soms is die niet op de oppervlakte meteen zichtbaar. Maar dat we daar proberen achter te komen en juist die aan te pakken. Zodat het ook op de lange termijn bijvoorbeeld niet meer terugkomt. Ja. Ja, mooi hoor. Heel mooi. Een hele leuke vraag voor jou. Vooral ook omdat je in het verleden heel erg werd gepusht om bepaalde resultaten te halen. We leven namelijk in een wereld waar constant meer van ons wordt gevraagd. Hoe kunnen wij als mensen hier het beste op anticiperen? Goeie vraag. Ik denk ten eerste wat heel erg fijn is om te doen, is om weer terug te keren naar jezelf van wat wil ik als persoon. En even alles... proberen te laten vallen wat je denkt dat goed is. En opnieuw met een nieuwe lens weer probeert te kijken van oké, maar is dit eigenlijk wat ik wil en wat goed is voor mij? Of heb ik dit ergens van iemand gehoord en daar ben ik in gaan geloven? En van wie moet het allemaal? Moet het van jouzelf? Of is het een stemmetje achter jouw schouder die tegen jou zegt dat je dit moet doen? Dus wie is dan die stem die constant in je hoofd zit te praten? Van wie is die stem? Ja. Ja, is dat echt van jezelf of is dat echt van een ander? Ja. Question mark. Inderdaad, ja. Cliffhanger, goede cliffhanger. Oké, is er een oefening die jij nu met de luisteraars kan delen, zodat ze wat meer innerlijke rust kunnen krijgen? Iets wat je altijd kan doen, en dat raad ik eigenlijk iedereen aan, hoe druk je het ook hebt, tussen de taken door even een adempauze. Ik denk dat dat een hele makkelijke is om toe te passen. Je hoeft er geen
specifiek moment voor uit te kiezen op de dag, maar letterlijk gedurende de dag incheckmomenten voor jezelf hebben. Even inchecken op je adem. Even kijken, oh, ben ik heel hoog aan het ademen of ben ik helemaal niet aan het ademen omdat ik aan het stressen ben? Kan ik weer even diep inademen en heel lang uitademen? Dus wat fijn is voor om weer even tot rust te komen, is een inademing door de neus en een hele diepe uitademing door de mond. En dat een aantal keer, dan merk je al meteen dat jouw hele fysiologie, jouw hele lichaam in een andere staat komt. En dat gewoon gedurende de dag, dat kan je overal doen, je, ook al ben je met mensen om je heen. Het is niet een hele rare oefening of zo, ik bedoel iedereen ademt, dus niemand zal ook gek naar je kijken. Het is geen yoga pose of wat dan ook, zeg maar, die je moet doen. Dus even diep in- en uitademen, ja. Voordat je het podium op gaat, voordat je een vergadering gaat, voordat je dit doet. Ja, even ademen. Je zei iets heel grappigs. Ik denk dat ze dat bij elk bedrijf moeten implementeren vanaf nu. Adempauze. Adempauze, ja. Geen zeker. Lunchpauze, maar een adempauze. Adempauze, gewoon ja. Aparte ruimte voor mensen die even die ademhaling weer op gang moeten krijgen. Zou eigenlijk wel leuk zijn. Ja, zou echt tof zijn. Ja, zou echt een goeie zijn, ja. Die heb je van mij geleerd, hè? Hey, ja. Allerlaatste vraag, maar ik vind het zelf de allermooiste vraag van deze hele podcast. Wat zou jij veranderen aan de zorg als je vandaag iets kon veranderen? Meer tijd. Ja man, meer tijd. Meer tijd voor de persoon die voor je zit. Ja. Ja. Je merkt echt heel erg dat er... Ik bedoel... Elke dokter heeft ook geleerd met de behoefte, ik wil iemand helpen. Maar het komt echt puur door hoe de zorg in elkaar zit. En dat heeft dan weer echt met dat hele, de verzekeringen ook te maken en dergelijke. Waardoor ze dus per persoon echt super weinig tijd hebben. En ja, hoe je dat gaat veranderen, I don't know. Dus daarom ben ik ook voor mezelf begonnen. Maar echt meer tijd voor iemand die voor je zit, dat zou echt al... iets heel moois kunnen zijn. Ja. Prachtig, prachtig. Ik wil jou heel erg bedanken dat je deel wilde nemen aan deze podcast. Ik vind dat je echt een hele bijzondere verhaal hebt en dat die zo goed mogelijk moet gehoord worden. Je doet echt prachtig werk, dat meen ik oprecht. Ik vind ook je aanpak vind ik zo cool, zo modern eigenlijk. Het is hoe de geneeskunde hoort te zijn, vind ik. Ja, ik wil je gewoon heel erg bedanken voor dat je er was en je leuke verhaal hebt verteld. Bedankt daarvoor. Ja, dank je wel dat ik mijn verhaal met jou en de luisteraars mag delen. Dank je wel dat je mij hebt uitgenodigd. En ik vond het echt een superleuk gesprek. Hoe moet ik het zeggen? Ja, dat eigenlijk. Dat het echt een superleuk gesprek is geworden. En echt enorm bedankt. Ja, natuurlijk. Geen probleem. Tot de volgende keer. Yes, okie doke.